Goedendag, welkom namens de Academie voor de Rechtspraktijk. Welkom bij een interview in een serie interviews die allemaal weer één ding gemeen hebben. We staan op een bijzondere locatie. We praten met een interessante gast. En het gaat over belangrijke juridische ontwikkelingen of arresten of uitspraken van de gerechtshoven in Nederland tot en met de Hoge Raad aan toe. Over die Hoge Raad gesproken, daar staan we eigenlijk vlakbij. We staan namelijk met de bus van de Academie voor de Rechtspraktijk, een prachtige oude bus, geparkeerd op het Lange Voorhout in Den Haag. Links van ons de Raad van State, rechts de Hoge Raad. Een betere plek kun je niet wensen om over die juridische ontwikkelingen te praten. Dat doe ik uiteraard niet alleen. Een gast heb ik hier bij me in de bus, Nathalie Den Dekker. Je bent strafrechtadvocaat bij Gabrowski en Windhorst. Hier in Den Haag, dus een thuiswedstrijd. Ja. Is dat inderdaad nog bijzonder als je zo nu dan langs de Hoge Raad rijdt hier verderop? Of wendt dat natuurlijk wel? Het wendt uiteindelijk wel, ja. Maar dit is wel een route van de rechtbank naar kantoor die ik wekelijks rijd. Ja. Ja, en dan weet je dat bij de Hoge Raad, dat is het ultieme oordeel. Ja. Je hebt een concrete zaak meegenomen. Daar staat dan boven noodweer. Openlijke geweldpleging in vereniging. Dat is een niet gepubliceerd arrest van het gerechtshof Den Haag. Een paar maanden geleden, december. Ja. Neem me even mee naar het begin. Wat was hier aan de hand? Ja, nou, de casus is denk ik best wel sprekend voor mensen. In de zin dat het denk ik ging om een casus wat iedereen zou kunnen overkomen. Het gaat namelijk om uitgaansgeweld. Ja, in deze tijden is dat misschien een beetje anders. Waar dan? Ja. Maar goed. Maar de cliënt die ik bijstond in dit proces, die dus de verdachte was in deze zaak, die ging uit met zijn vrienden. Die werd de discotheek uitgezet en dat zou komen doordat een meisje de bewaker kende en die had ze dan uit de club laten zetten. Nou, vervolgens later die avond komen ze elkaar allemaal tegen in een snackbar waar ze nog een frietje gaan halen. En dan loopt uiteindelijk mijn cliënt naar de dame toe om verhaal te halen waarom heb jij mij uit die club laten zetten. Nou, zegt die dame, laten we naar buiten lopen, want het is nu hier nogal rumoerig, dus daar kunnen we iets beter praten. Dus dat doen ze ook. Ze lopen naar buiten. En mijn cliënt was natuurlijk met twee vrienden nog. Die dame was ook niet alleen, haar vriendje was erbij. Dat was een Engelstalig vriendje, dus die begreep niet heel veel van wat er gezegd werd. Ja. Dus wat er dan uiteindelijk gebeurt is mijn cliënt vraagt, vertel me alsjeblieft de reden. Nou, zegt die dame, een van jullie heeft aan mijn kont gezeten in de club. Nou, zegt mijn cliënt, is absoluut niet waar. Laten we erover praten. Nou, uiteindelijk begint dat meisje aan het tasje van mijn cliënt te trekken, wat hij om zijn nek heeft hangen. En mijn cliënt duwt haar hand weg, zo van, hou je handen thuis. Nou, wat er dan gebeurt is dat de vriend van deze dame bovenop mijn cliënt springt van de zijkant, hem een klap geeft. Mijn cliënt wil terug uithalen, maar hij mist. En vervolgens gaat dat gevecht nog door, doordat de twee vrienden van mijn cliënt ook besluiten om zich met dit gevecht te bemoeien en ook nog bovenop die jongen springen. Uiteindelijk wordt er dus geslagen, getrokken over en weer. En dat eindigt met toch best wel ernstige schade. Die jongen heeft een hersenschudding, een gescheurd trommelvlies en een bebloede lip. En ook die dame probeert vervolgens nog een keer ertussen te springen om iedereen uit elkaar te halen. Krijgt ook nog een rake klap en eindigt met een gebroken kaak aan één kant. Zenuwschade bij de mond en een scheur in haar andere kaak. Dus best wel een heftige situatie. Een leuke avond uit. Ja. Eindigend in ziekenhuizen enzovoort. Ja. Wie beschuldigt wie van wat uiteindelijk voor een rechter? Nou, uiteindelijk komt mijn cliënt voor de rechter. Hij wordt niet beschuldigd over wat er met de dame is gebeurd, aangezien dat echt een van zijn vrienden had gedaan. Maar aan hem wordt wel ten laste gelegd openlijke geweldpleging in vereniging primair en subsidiair de mishandeling. En dat in vereniging, dat betekent dan? In vereniging dus dat hij het samen met zijn vrienden gedaan heeft. Dus helder. Dat ze samen verantwoordelijk zouden zijn voor wat er met die jongen is gebeurd. Ja. Ja. Nou, de rechtbank die komt tot een bewezen verklaring. En mijn cliënt wordt veroordeeld voor het primair ten laste gelegde. Hè, dus voor de openlijke geweldpleging in vereniging. Kort gezegd, ze zijn in het openbaar. Ze hebben geweld gepleegd. Hij deed het niet alleen. Zijn vrienden waren erbij. Dus openlijke geweldpleging in vereniging.
De verdediging vond dat er sprake was van een noodweersituatie en dat mijn cliënt zich dus diende te verdedigen en mocht verdedigen op dat moment. Nou, daar ging de rechtbank ook niet in mee en dus werd er een behoorlijk grote taakstraf opgelegd en natuurlijk een grote schadevergoeding aan de benadeelde partij. Waarom is dit een interessante zaak? In de zin van, want het draait dus om noodweer al dan ja, niet? Ja. Nou, het is een interessante zaak, want de verdediging was het hier natuurlijk niet mee eens en is in hoger beroep gegaan. Hè. Die zaak komt uiteindelijk bij het Hof. En het slagen van een noodweerverweer, dat is best wel, ja, dat is een complex verweer. Het is een heel juridisch verweer en daar ligt ook een belangrijke taak voor de verdediging, ja, om dat aannemelijk te maken. Nu waren er in deze zaak ook camerabeelden, dus de hele situatie was op film vastgelegd. Dus als verdediging ga je er eigenlijk vanuit. De beelden worden afgespeeld op zitting, zo'n rechter bekijkt ze een aantal keer en daarop is toch wel duidelijk te zien dat het in ieder geval die jongen is die is begonnen en die mijn cliënt heeft aangevallen, hè, waardoor hij zo heeft gereageerd zoals hij ook deed. De rechter op de zitting in eerste aanleg gaf toch aan dat hij dat anders zag. Dus wat heeft de verdediging gedaan voor het hoger beroep? Die heeft die videobeelden neergelegd bij een professioneel videobedrijf om de beelden toch te laten vertragen. Hè? Enerzijds verwacht je dus dat de rechter dit doet als je het dossier bestudeert. Ja. Dat was dus kennelijk niet gebeurd. En beelden die zich zo snel, ja, dat gaat allemaal zo snel, zo'n vechtpartij. Alles gebeurt in een fractie van een seconde. Dus die vertraging die de verdediging had laten maken voor het hoger beroep, dat bleek uiteindelijk essentieel. Waarom het Hof kwam tot een geheel andere conclusie eigenlijk dan bij de rechtbank. Ja. Kortom, defensie besteedt wat geld, ja, cliënt uiteindelijk. Ja. Want dat levert je dus wel echt wat op. Ja, ja. Het ging in deze zaak uiteindelijk zover dat het Hof zelf zei dat er geen sprake was van openlijke geweldpleging in vereniging. Waarom? Mijn cliënt gaf eigenlijk aan op het moment dat hij in gevecht was met die andere jongen dat hij geen oog heeft gehad voor de omstanders. Die jongen zelf heeft ook aangegeven dat hij eigenlijk alleen gericht was op mijn cliënt. Precies. Ja, zij trokken elkaar naar de grond, waardoor zij ook geen overzicht hadden op wat er om hen heen gebeurde. De aangever heeft ook uiteindelijk toegegeven, ik weet ook niet wie wat waar mij geslagen heeft of hoe dat is gegaan. En op grond daarvan, zei het Hof, zien wij ook geen bewuste samenwerking tussen die jongens. En is het dan ook helemaal eerlijk dat jij verantwoordelijk wordt gehouden voor de beslissing die je vrienden nemen om er bovenop te springen? Interessant. Is er nog iets wat je wil opmerken over deze zaak? Of hebben we het hiermee aardig samengevat? Ik denk dat we het aardig samen hebben gevat. Ja, okay. Gewoon een goede, belangrijke taak voor de advocatuur. Ja, het gaatje, want het levert je ook echt wat op. Die meerwaarde is duidelijk. Ja. Oké, Nathalie, dankjewel. Dankjewel voor je komst hier ook naar de AVDR-bus, die dus geparkeerd staat in het hartje van Den Haag. U thuis mag ik nog wijzen op het bestaan van de website, avdrlegalflix.nl. Daar staan veel meer interviews op, webinars ook. Daar kunt u eerst gaan rondklikken en rondstruinen. Voor nu in ieder geval namens ons vanuit Den Haag. Bedankt voor het kijken naar dit interview.